Ik zat op Netflix en ik zat een beetje rond te neuzen en ik zag ineens dat Just Mercy nog maar tot 31 januari erop stond. En ik keek een beetje terug naar de geschiedenis van films die ik ooit heb gezien. En Just Mercy is een van de mooiste films die ik tot nu toe heb gezien. En ik weet het, als je mij langer kent en mij van mijn blog kent, dan weet je dat dit de tweede movietime ooit was. Door deze film ben ik mede door met deze serie begonnen en uiteindelijk ben ik dus op YouTube verder gegaan. En mijn blog heb ik nu alleen nog maar als promotiesite. Just Mercy vond ik te belangrijk en ik vind eigenlijk dat je die moet zien. En zeker als je nog jong bent, kan het wat met je doen. En ik dacht, waarom zou ik ook deze film ook niet behandelen? En het staat op Netflix, dus voor iedereen eigenlijk wel toegankelijk. Want wie heeft nou tegenwoordig geen Netflix? En waarom ik het dus zo belangrijk vind dat je deze film sowieso gaat zien. Deze film is gebaseerd op een verhaal van Brian. Brian is een advocaat, een donkere advocaat. Hij is in Amerika opgegroeid in een stadje wat niet zo racistisch was in die tijd. En toen besloot hij als zijn advocaten informatie in te zetten voor de donkere bevolking die onterecht vastzat in een bepaalde state. Maar voordat ik daar natuurlijk verder over ga, hier eerst de trailer. Tell me everything that happened. First time I visited death row, I wasn't expecting to meet somebody the same age as me. From a neighborhood just like ours. Could have been me, mama. But what you're doing is gonna make a lot of people upset. You always taught me to fight for the people who need the help most. Your life is still meaningful, and I'm gonna do everything possible to keep them from taking it. You don't know what you're into down here in Alabama when you're guilty from the moment you're born. God! Mr. McMillan. We're done here. Mr. McMillan, please. I was just about to give up when I got a call from a Harvard lawyer looking to start a legal center for inmates on death row. I was in before he even offered me the job. You the lawyer? Yes, ma'am. Thank you so much for driving all the way out here. Most lawyers barely make time to call. I can't believe you talked to all my people and said you're gonna fight for me. I did. That mean a lot. If you go digging in those wounds, you're gonna be making a lot of people very unhappy. When people care about a thing that much, they'll do anything to get what they want. When I first learned about all this, it was like looking at a river full of drowning people and not having any way of helping them. You ain't quitting, is you? No, sir. Each of us is more than the worst thing that we've ever done. That made me who I am. I know what it's like to be in the shadows. It's my dad. He did nothing wrong. It's never too late for justice. You're the only one cared enough to fight for me. If we can look at ourselves closely, we can change this world for the better. We all need grace. We all need mercy. Amen. I got my truth back. You gave that to me. And ain't nobody gonna take that from us. Ja, de mensen zullen hem waarschijnlijk wel herkennen. Michael B. Jordan speelt de advocaat. Super mooie rol heeft hij neergezet. Ze hebben ook 50 miljoen opbrengst opgebracht. En ja, ze hadden zo'n budget van 20 miljoen. Dus dat is toch lekker. Deze film heb ik heel lang geleden gezien. 2020, als ik het goed zeg. Dit was een van de eerste films die ik ging kijken met mijn VU-pas. En hier is een beetje de verslaving gekomen. Waardoor ik nu deze serie op YouTube heb. Het gaat over een donkere advocaat die zijn informatie en kennis wilt inzetten om donkere bevolking die onterecht vastzat vrij te spreken. En nu hoor ik je denken, hoe weet je zeker dat iemand onterecht vastzit? Nou, aan het bewijs te zien was die er eigenlijk niet. De film begint dan ook in het bos. Een donkere man wordt zomaar ineens aangehouden, puur omdat hij op een verkeerde plek was op een verkeerde tijd. En ja, zonder echt een rechtvrije straak is hij de bak ingegooid en daarnaast... Ja, wie waren nou eigenlijk de getuigen? De getuigen achteraf blijkt niet zo heel geloofwaardig te zijn. En misschien stinkt er hier en daar wat. Dat kan ik overigens nu niet ruiken, want ik ben verkouden als de pest. Hij zet zich in en hij verhuist naar dat stage en wil mensen vrijspreken.
Het dorp krijgt dat te horen en degene die hem helpt en hij zelf krijgen het te zwaar mee. Ze worden bedreigd, ze worden dwars gezeten en hier en daar komen inderdaad af en toe dingen aan het licht. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier bij deze film ook zeker een traantje gelaten. Ik las mijn blog net terug en daar zag ik het ook in terug. Hoeveel passie ik voor deze film had. Ik benoemde hem ook heel lang van één tot mijn beste films die ik tot nu toe heb gezien. En niet alleen in de films, maar all time. Just Mercy was echt een film waar ik trots op was dat ik die in de bios heb gezien. Een meeslepend verhaal, een mooi verhaal, een waar gebeurd verhaal. En het is ook nog eens mooi dat je achteraf ziet hoeveel mensen hij werkelijk vrij heeft gekregen, want hij heeft dit voortgezet. Hij vond dat zijn kennis, zijn machten moest gelden voor mensen vrij te spreken die eigenlijk onterecht vastzit of mogelijk onterecht. Kijk, je gaat nooit zeker weten of iemand onterecht vastzit of misschien wel vast. Kijk, als de feiten zijn dat iemand het heeft gedaan, dan is het goed. Maar als de feiten onjuist zijn en mensen gewoon in de bak zijn gegooid vanwege hun huidskleur, want dat kwam hier heel goed te zien. De stad was bang. Er liep een verkrachter of een moordenaar er rond. En om de stad een beetje gerust te stellen, dachten ze, hey, laten we die aanwijzen en dan die in de bak gooien. Is de stad gerust? Hopelijk komen er geen extra moorden en anders wijzen we gewoon nog eentje aan. Ja, een onschuldige man zit vast. Maar ja, de donkere bevolking, wat heeft hij nou in principe te zoeken in Amerika? En zo gaat deze film een beetje eraan toe. Persoonlijk, en misschien heb je het al opgevallen tijdens mijn movie times, ben ik heel erg van deze films. Met deze reviews wil ik jou in ieder geval kennis meegeven. Sommige films kijk je om plezier te hebben, entertainment te worden en noem maar op. Sommige films moet je ook af en toe kijken om wijzer te worden, meer te weten en iets te leren van de wereld. Just Mercy is daar eentje van. Je wordt geëntertained, het is een hele mooie film, maar het is ook een film wat je aan het denken zet. En dat is altijd goed. Zeker als je kijkt naar wat er nu allemaal zich afspeelt in de wereld, is dit misschien wel een film die jij eigenlijk op school had moeten zien. Maar ja, ik kan een hele leuke mening hebben, maar hoe is deze film eigenlijk ontvangen? Deze film is bestempeld met een 7.6. En ik moet zeggen, dat vind ik vrij hoog voor dit soort films. Normaal vallen dit soort films soms wel eens lager uit, omdat sommige Amerikanen het niet mee eens zijn dat ze zo racistisch zijn. Die doen het lager stemmen. En niet iedereen kan deze waarheid altijd aan. Maar ik denk dat de film zo mooi is gefilmd. En ik denk dat die gewoon door iedereen goed is ontvangen. En daardoor een 7.6. In die vroegere movie times gaf ik geen cijfer, maar ik had dit 100% een 8.5 gegeven. Ik wil binnenkort weer een keertje kijken. Ik moet mijn vriendin eigenlijk verplichten om deze film ook een keertje te kijken. We hebben tot 31 januari, dat wil ik nog hebben gezegd, op Netflix dus. Maar ik denk dat hij hierna, na 31 januari, weer naar een andere platform gaat. Dus mocht hij dan op Prime terecht zijn gekomen, check dan even het linkje in de beschrijving. Dan kan je 30 dagen gratis proberen. En dan kan je ook de andere Prime times kijken, want daar staan heel veel films van Prime op. Nou ga ik mijn neus lekker snuiten en deze video afsluiten. Vind ik een goed idee. Zeker nu ik zo lang ziek ben al thuis. Maar goed, laat een duimpje achter als je deze video mooi vond of de film zelf. Laat zeker weten in de comments als je deze film hebt gezien of gaat kijken. En vergeet nou niet te abonneren. Daar help je mij mee en jezelf. Want het levert uiteindelijk weer gratis content op. En dan zie ik jou, zoals altijd, bij een volgende video. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is ciao.